Voordat de video begint wil ik even iets duidelijk maken en dat zijn drie dingen. Eén is techniek en range of motion. We voeren allebei de dumbbell press iets anders uit. En dat komt omdat Dwayne gewend is aan een iets kortere range of motion, ongeveer dit. En ik ben gewend om de dumbbells helemaal tot mijn borst te laten zakken. Dus ik ga niet opeens de gewichten tot hier laten zakken. En voor hem is het al helemaal niet verstandig om nu dieper te gaan, want dat kan leiden tot blessures. Het tweede dingetje wat ik ook wil mededelen is, helaas kreeg Dwayne rugpijn tijdens deze challenge. Dus vandaar gaf ik de gewichten aan op zijn schoot, zodat hij ze niet meer van de grond hoefde te pakken. Dus ik weet dat een strength battle echt een battle is waar je tegen elkaar strijdt. Maar ja, hierdoor moest ik hem wat meer helpen. En dat is ook meteen het derde puntje waar ik wel heel erg veel respect voor heb. Dwayne moest soms spot krijgen, want hij telde de eerste herhaling niet. En dat vond ik dus heel erg tof van hem. Want als hij de gewichten naar beneden haalt, dan is hij al hier. En dan heeft hij nog maar een hele korte beweging. En dat telt gewoon niet. Dus dat vind ik ook. En vandaar hielp ik hem bij zijn ellebogen om de eerste herhaling omhoog te krijgen. En die tellen we dan niet. En vanaf dan begint zijn setje pas. En ik heb meteen de gewichten al laag. En ik kan daar gewoon heel comfortabel bij zitten. En dan stoot ik de gewichten uit. Dus die drie dingen wou ik even met jullie delen. En laten we beginnen met de video. Hij is heel erg tof en spannend. Hey, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe Strength Battle. Vandaag een nieuwe tegenstander, Dwayne. We hadden al een keer samen getraind en we zeiden al, we moesten een keer een battle challenge doen. Ja, maar daar is niet van gekomen, een tijdje geleden alweer, maar vandaag is het zover. Juist. Dus we hebben geen bench press, dat wilden we eigenlijk gaan doen, maar we gaan dumbbell pressen. Hij gaat beginnen met 40 kilo, ik met 38 kilo, 20 reps. Daarna doen we push-ups met voeten op het bankje. En daarna gaan we weer hetzelfde doen. Maar dan wisselen we van de gewichten. Dan eindig ik met 38 kilo en hij met 40 kilo. Ja, dus ik heb het misschien iets pittiger, maar dat mag ook wel als fitnesskanaal. Dus ik heb er zin in, man. Ja, ik ook, man. Laat het beste winnen. Wacht, ik doe gewoon mijn best en we zullen het zien. Let's do this. 3, 2, 1, go! Don't look behind your back. Chase a light when the world is getting darker. I have a dream where love's the only side. So take my hand, join the army of the shadows. We'll be right back.
Je moet strekken. Pittiger dan ik had verwacht. Nee. Ja, 15-16. Ik moet er nog 4, maar ik wil hem in 1 set hebben. Moet. Dus iets langer rust. Dus ja, ik wil hem in 1 set. Zo zie je maar wat voor verschillende krachten we hebben. Bedankt allemaal voor het kijken. Check ook even Poel Homme, oftewel Dwayne. Linkje staat in de beschrijving. Ja, en ook abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En ik zie je in de volgende. Tot ziens.